Acaba de caso aquí en la casa de Antigua Den Haag. Cuentrante ya luna lo va a llamar Cas di Corsau. Alex Alberto tiene un relato amplio fuera de Holanda. El salón de un prestigioso hotel en Den Haag toma lugar ya la semana pasada, despedida del último ministro plenipotenciario de Antigua holandés, señor Marcel van der Plank. Y además, claro, con una inmensa cantidad de personajes desde sector gubernamental, comercio, amistad y familiar, que han despedido a nuestro ministro y su señora Ana Clara, expresando un mismo deseo de que pareja para futuro. Entre tantísimo invitado, quizás está bom para mencionar que estaba presente también ministro en holandés, su colega arubano, señor Edwin Abad, y seguro también ministro presidente Jan-Peter Balkenende. Escucha alguna fracción cortico de discurso. Collega Marcel, jij hebt jouw opgave met een bewonderenswaardige passie tot een formidabele eindresultaat gebracht. Net als de kapitein die zijn zeilboot door stormwinden en metershoge golven veilig naar de thuishaven weet te brengen. Toen ik Pel Covenantie moest toespreken, heb ik een opmerking gemaakt over het feit dat hij altijd de rode lassen droeg. Ik vond dat een feit van bedenkelijke betekenis. Het was zelfs zo erg dat hij bij zijn afscheidsreceptie ook nog zo'n rode das droeg. Ik ga geen das geven, maar ik ga je het volgende geven. Ik zei het al, je hebt er niks aan op je zeilboot. Je krijgt wel het mooiste cadeautje wat de premier kan geven, namelijk de zilveren machetknoop van het toren. Een brief openen ook van het torentje en dames en heren uit de volgende afspreken. Marcel staat weg. Laten we nu gewoon zorgen dat we hem verblijden met een hele hoop brieven. En als u zegt van ja, ik heb geen zin om brieven van de plank te sturen, dan zeg ik doe het voor mij, want ik geef deze brief op. Marcel, heel veel dank. Ik geef je cadeautjes vandaag. Ik wens jou en je genoten alle goeds voor de toekomst en ontzettend bedankt. Dames en heren, alles komt een eind, ook in deze toespraak. Ik wil afsluiten met een ieder te bedanken die mij en mijn echtgenoten in de afgelopen periode steun, gastvrijheid en vriendschap heeft gegeven. Het gaat u al goed, Theo, tot ziens. Dos días después, na Den Haag, es aquí, la de calle camina ante el huis, casi antigua, transitua, esta Badhuisweg 635. Con presencia del ministro plenipotenciario, señor Marcel van der Plank, su reemplazante, señor Mavis Broek-Selman, y tour de más trabajador ante el huis, a Salibay, Ribeplenchi, entre dos edificios, para así presenciar y testiguar el último bajamiento de bandera de Antigua Holandés. Después que baja bandera y Mare Chusei de origen bonaeriano a dobla bandera mediante forma protocolar de escribir, entregué al ministro plenipotenciario señor Marcel van der Plank, quien de en su turno a pasé over para señor Robert Candelaria, director de Altenhuis, quien de a permitir de conservar y pida historia aquí debidamente. Desde Den Haag, Holanda, a mitad, Alex Alberto. Que seguidame nuestra pausa, presidente. Break, ahora nuestro back, nuestra noticia en la internacional.